En dan nu? Heeft u nog vragen? Hallo kijkers, als beeldend kunstenaar kun je zo af en toe meedoen aan een wedstrijd. Vaak wordt van je verwacht dat je al een kant-en-klaar idee aanlevert zonder dat je daar een vergoeding voor krijgt. Ja ja, zo gaat dat, daar moet je blij om zijn. Langs het waterkwartier komt nieuwbouw, als dat ooit nog doorgaat. Het fietspad ligt er al en nu gaat de gemeente Nijmegen een kunstopdracht ideeënwedstrijd houden. De voorleescomputer leest voor. De gemeente Nijmegen wil in het Waalfront een viertal kleinschalige kunstopdrachten realiseren en vraagt professionele kunstenaars om voorstellen aan te leveren. Kunst kan bijdragen aan de beleving en eigenheid van een gebied. Zo kan kunst een rol spelen in de totstandkoming van een nieuwe inrichting van de openbare ruimte, in plaats van achteraf de openbare ruimte te completeren. Aan weerszijden van dit fietspad zal het gebied in de komende jaren ingrijpend veranderen. De gemeente Nijmegen roept professionele kunstenaars op om ideeën aan te leveren voor kunstprojecten in het Waalfront. De kunstprojecten mogen veelzijdig zijn. Te denken valt aan autonome objecten, objecten die deel uitmaken van bestaande locaties, projecties, muurschilderingen, straatmeubilair, alternatieve bewegwijzering, verlichting, activiteiten, etc. De opdrachten moeten in 2013 gerealiseerd kunnen worden. Het gaat niet alleen om een verbijzondering van de gebouwde omgeving. Van belang is de interactie die kunstprojecten aangaan met de gehele omgeving, dus ook met de mensen die er wonen of verblijven. In deze eerste fase levert elke kunstenaar om niet een voorstel aan voor een kunstwerk. Iets verderop kunt u ook nog lezen, dan wel horen. De gemeente en ontwikkelingsbedrijf Waalfront zijn gerechtigd zonder bijkomende vergoeding de voorstellen te presenteren aan belanghebbenden en of publiek in de vorm van een website, publicatie en of tentoonstelling. Muzikanten hebben de Buma Stemra die bijhoudt hoe vaak een liedje te horen is. Er is ook een stichting Beeldrecht in Nederland. Het is wel heel moeilijk om bij te houden hoe vaak en hoeveel er naar een kunstwerk gekeken wordt. Hoeft ook niet wat mij betreft, maar als je dan als opdrachtgever vindt dat je zonder meer foto's en filmpjes van kunstwerken mag reproduceren, dan ga je net te ver. Dus die voorwaarde gaat straks uit het contract als het aan mij ligt. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Heeft u nog vragen? 024 329 97 09